Hi, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Voor mij is het morgen. We gaan iets leuks doen. Dan kan ik natuurlijk heel goed zeggen, we doen alleen maar leuke dingen hier. Dat is ook zo. Dit is de Catrice Concentrate, nee, primer. De Smooth Plumping Primer Concentrate. Hij is bijna op. Ik denk nog één keertje. We gaan een nieuw merk proberen. Dit is de Poreless Professional. Ja, we sluiten af met een bang. Het is niet een nieuw merk, maar het is een merk wat voor mij nieuw is. Ik heb er serieus nog nooit iets van gezien. Ja, online, maar niet in het echt. En nog nooit iets van gehad. Nog nooit geswatcht, nog nooit niks. Het komt uit Amerika. Daar heb ik het besteld bij het bedrijf zelf. Je kan het ook bestellen bij Sephora Engeland. Maar die hadden niet alle kleuren die ik wilde. Dus toen dacht ik, nou dan bestel ik het gewoon bij het bedrijf. Kijken hoe dat gaat. Het is nu dinsdagochtend. Gisteren op maandag had ik het. Dan zit daarvoor de zondag, de zaterdag, de vrijdag. Op donderdag heb ik het besteld. Dus dat zijn 3 werkdagen uit Amerika. Ik heb hem opengemaakt, want ik heb dus producten niet gebruikt, maar wel geswatcht. En dan gaat hij zo open en dan staat er Make-up by Mario. Nou, daar komt je pakbon in. En dan ziet het er zo uit. Ik haal de producten er even uit. En dan doe ik de bonden weer erin. Er zitten van die frubbies bij om het op te vullen. Het ziet er super uit. Het is ook allemaal, ik werd super goed op de hoogte gehouden. En dit was echt prima. Oké. Ik heb de foundation. Ik heb de concealer. Ik heb een poeder bronzer. Ik heb een blush. En een lip product. Het is niet een full face. Dus we gaan het gewoon aanvullen met producten die ik in mijn everyday bakje heb zitten. Dus ik ga eerst door met mijn color corrector. Zoals altijd. Dat is gewoon dit. Het is helemaal niet heel heftig. En dan beginnen we met de concealer. Dat is deze. Ik heb hier nu even geen bril, maar ik kan de kleuren wel even vermelden als jullie daar interesse in hebben. Laat het even weten. Dan doe ik dat nog in een comment. Wacht even, momentje. Ik heb hier mijn kapotte bril. Dus dan kan ik het denk ik wel lezen. Ik heb de kleur voor de concealer, de Surreal Awakening Concealer.
120. Het heeft een hele kleine doofvoet. Applicator. Ik heb geen idee hoe licht het is, dus ik doe even een beetje... Ja, nou, weer verkouden. Sorry, jongens. Het ruikt een beetje chemisch. Maar niet vervelend. Gewoon, nou. Het is wel zo dat de stopper aan de binnenkant... redelijk strak is. Dus pas op, als je hem eruit trekt, dan trek je 6 liter product mee. Oh, dat licht, er valt een reuze mee. Ik had echt verwacht dat hij te licht zou zijn. Nou, het zit natuurlijk die color corrector bij, maar niet hier bij mijn neus. En ik moet zeggen, al die roodheden zijn weg hoor, hier. Ja, ah. Dus even een beetje proberen hier op mijn wang, een stipje. Het is niet, je spreidt het niet heel makkelijk uit. Maar het voelt wel de... En kijk nou, hier, dit stuk. Nee, je spreidt niet makkelijk uit. Eén zo'n dipje doe ik zo mijn halve wang mee. Oké, Mario, oké. Dan de foundation. Ik heb hele goede en hele foute dingen over gehoord. Dit is, staat er niet op, de Surreal Skin Foundation in 1C. Ja, nou, let maar niet op die bril, de poot is eraf, maar dan kan ik jullie in ieder geval even, ja, ze zeggen dat hier glitters in zitten, maar ik zie het niet. Oké, even. Ik had hem natuurlijk al geswarst, hè. Het is een redelijk dikkige foundation. Hij doet mij qua structuur heel erg denken. Nou, toch ook weer niet. Ik wou zeggen aan de Charlotte Tilbury, maar... Ik heb niet alles gebruikt. Ik ga een spons gebruiken.
denk dat ik nog een klein beetje neem. Hier bij de ogen. Oké, het is... En één pompje doe je je hele gezicht. Met één pompje doe je je hele gezicht. Ik zou zeggen, maar wat weet ik, hè? Het is een medium tot lichte tot medium dekking. Maar dat vind ik prima. Hij is... De kleur is voor mij echt perfect. Hij is behoorlijk glowy. Ik heb natuurlijk wat diepe lijnen hier, hè? Ja, als je van een volle dekking houdt, moet je dit niet doen. Ik weet niet of je hem op kan bouwen. Zal ik dat heel even proberen? Hij is, ik neem een heel klein drupje. Maar zo een heel klein drupje. Ja, ik denk dat je hem wel kan opbouwen. Ja, zo te zien wel. Het voelt alsof je een dikkere crème op je gezicht hebt. Wat op zich niet erg is. Ik zie wel al iets creasen onder het oog, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik daar veel product heb. Ik ga even met mijn Essence Poeder, de Under Eye Awakening, nee, Brighten Powder, even gelijk zetten. Zo. Ja, hij is behoorlijk dewy. Eerlijk is eerlijk. En plakkerig. Dat is het gevoel wat ik niet lekker vind, dus ik ga het poederen. Ja, wat ik zeg. Het voelt alsof je je gezicht hebt ingesmeerd met een dikke crème. Oké, wat vind ik ervan? Hij accentueert niet de poriën. Even dichterbij kijken hoor. Ik heb hier een psoriasis plekje. Daar blijft hij ook niet op hangen. Hij hangt bij mij ook niet in de lijnen, rimpels. Nee. Wat ik zeg, het heeft een lichte tot medium dekking. Ja, voel ik hem zitten? Nee. En ja. Het voelt alsof je een dikke crème op je gezicht hebt gedaan. Voel je dat zitten? Een beetje. Maar ik vind hem wel... Ja... Nou goed, ik ga even poederen en daarvoor neem ik de Powder No Powder van Dior.
Laten we maar even bij de high-end blijven. Zo, we gaan eerst even de wenkbrauwen doen. En dan ben ik zo weer bij je terug. Oké, daar zijn we weer. Ik ga even de poeder laten oplossen met mijn Maximoor spray. Die bijna leeg is. Ja. De kloof van de foundation komt heel mooi terug er doorheen. Maar niet te. Ja. We gaan eerst de lippen doen. Ik neem mijn lippotlood Iconic Nude. Wordt steeds kleiner. Ik doe heel graag eerst de lippen. Dit is de Ultra Suede Cozy Lip Cream in de kleur Nude Suede. Dat ziet er zo uit. Het voelt redelijk dik aan. Het is echt een mousse. Ja, maar weet je, ik hou hiervan. Hij slaat bij mij iets oranje uit, vind ik. Ik ga nog een keer de liplijn versterken. Ja. Ik vind hem mooi. Het zal niet... voelt als een hele dikke mousse. Hij is heel mat. Het voelt niet oncomfortabel hoor. Oké.
Oké. Dan gaan we de bronzer doen. De... Jezus. Soft Sculpt Bronzer. In de lichtste kleur. Dat ziet er zo uit. En dan gaat hij zo open. En dan halen we dit eraf. Oh. Oké. Ja, nu wel. Apart. Dit is hem. En bij het zwartje viel maar één ding op. Hij is heel licht. Dat vind ik op zich niet erg. Maar je moet hem wel zien. Ik ga er goed in. Oh ja, nou je ziet hem wel hoor. Ik heb mijn neus. Het is echt een prachtige kleur. Heel natuurlijk. Kijk nou. Ja, ik heb de neiging om... Kijk, mijn kaak valt hier een beetje in. Zie je dat? Ik heb hier een schaduw. Om dit te volgen. Maar dan trek je hem naar beneden. Dat maakt mijn gezicht nog langer. En ik heb een redelijk ovaal lang gezicht. Dus ik moet echt erop letten dat ik hem naar binnen haal. Zo. Richting mijn neus. Want dat breekt mijn gezicht een beetje. Oké. Oké, niet slecht. Dan gaan we de blush doen. Dat heet de Soft Pop Powder Blush. En ik heb de kleur Desert Rose. Die ziet er ook zo uit, maar dan een stukje kleiner dan de bronzer. Het is metaal. En die heeft ook een spiegeltje. Die gaat wel in één keer goed. Dit is de kleur. Ik ben op zich niet zo van de roze, behalve dit soort roze kleuren. Een beetje nuderig roze, zeg maar. Heel even voor de zekerheid. Voordat er nog een ander kleurtje op zat. Ja hoor.
Het is wel een matte blush. Dus wil je graag shimmers en dat soort dingen, dan moet je dat niet doen. Ik ga heel even mijn ogen afmaken. Mijn traanoog verzorgen. Ben ik zo terug. Zo, even de mascara laten drogen. Make-up bij Mario. Wat vond ik ervan? Ik had 5 producten. Kijk. Ik moest €195 betalen, inclusief verzendkosten. De verzendkosten waren €20. Best redelijk. En dan kwam het bij Air Express. Wat ik opvallend vond, is dat ik dat niet kon kiezen. Dat ik aan het einde van mijn boodschappenmandje gewoon een melding kreeg: je boodschappenmandje is aangepast. Voordat je dan op verzend drukt, zie je de totaalprijs. Maar niet wat er dan aangepast is. Dat waren dus de verzendkosten. Oké, deze mascara smutst een beetje. Nou ja, daar komen we overheen. Dus dat was het enige wat ik dacht. Maar dan. Wat vind ik ervan? Hoe zie ik eruit? Even in mijn spiegel kijken hoor. Het heeft een hele mooie natuurlijke glow. Ik ga ervan uit hoeveel de foundation glowt. Heeft ook te maken met je huid. Ik heb een oudere huid. Hè? Ik ben 50. En ik heb een redelijk, ik heb een hele droge huid. En dof. Heb je van jezelf al wat meer glow in je huid, dan glowt die waarschijnlijk veel meer. De glitters die erin zouden zitten, die zie ik niet. De kleur is voor mij perfect, echt perfect. Ik zie hem niet in lijnen gaan zitten. Ik zie hem niet vastgrijpen op droge plekken, zeg maar. Ja, ik heb hier van die... ik heb er 1. Hier. Hier. Is een is psoriasis. Dus dat is zeg maar zo'n heel droog huidstukje. Daar grijpt hij allemaal niet op vast. En de glow is op mijn huid heel mooi en natuurlijk. Het is een wat dikkere foundation, dus niet te veel van gebruiken. Het heeft een lichte tot medium dekking, naar mijn mening. Maar, als hij dan ook nog goed draagt. Ja. De concealer. De concealer viel maar reuze mee. Hij heeft een echte een goede dekking. Ik zie hem ook hier nog niet echt heel erg verdwijnen. Waar ik altijd een traanoog heb. Het is niet dezelfde formule als de foundation, zeg maar. Ik vind deze matter. Maar. Doet goed. De lipkleur is mat. Is niet transferproof. Is heel dik. En je voelt hem echt zitten op je lippen. Maar niet oncomfortabel. Hij voelt echt wel zacht, zeg maar. Ik zie hem wel
Zie je dit? Die lijn. Hij blijft niet zitten. Hij is niet long wearing. Maar goed. Ik vind de kleur leuk. Je kan hem ook bijwerken. Dat kan niet met alle liquid lipsticks. Maar dit is een lip cream. En zo voelt het ook echt. Het is dik. Het is whipped. Het is een whipped. Het is een moeserige. Ja, ook niet echt. Moes is altijd licht, hè. Dit is echt wel een wat stevigere substantie. Je voelt als je iets op je lippen hebt. Is het oncomfortabel? Nee, dat niet. Maar je voelt als je iets op je lippen hebt. De bronzer. In de kleur light. Ja. Ja, het is de kleur light. Maar je ziet hem op mijn huid echt wel goed. Maar niet overdreven. Hij is warm. Maar niet oranje warm. Ik heb bronzers, zoals zeg maar die hele grote van Chanel, die slaan echt oranje uit. En daar hou ik gewoon niet zo van. Dus, ja. Dit is een goeie. En de blush, ja, die is cute. Die heeft genoeg pigment ook. En dit is de kleur Desert Rose. Ja. Hij is niet super roze, het is een beetje nude mauve-achtig. Het is een wat oud roze kleur. Het is niet echt pink. Ja, dus over het algemeen moet ik zeggen dat mijn eerste kennismaking met make-up bij Mario positief is. Absoluut. Kijk nou. Zie je er hartstikke goed uit. Ja, deze is... Zie je? Maar... Het hangt er niet in of zo. Maar dat is gewoon mijn gezicht. Ik heb hier gewoon echt een hele diepe lijn. Hier is hij gewoon minder. En hier is hij gewoon echt heel diep. Ja. Nou, ik zou het een goede 8,5, 9 geven hoor. Dit is echt... Ik begrijp de hype. Absoluut. Zou het favoriete kunnen worden? Ja, misschien wel. Misschien wel. Op mijn ogen zit trouwens... Ik had net zo goed de bronzer kunnen gebruiken natuurlijk op mijn ogen. Paletje van Elf. I love you a lot. Deze. En de mascara is de Catrice Lash Changer uit de Winnie de Pooh collectie. Maar die smutst. Of die vlekt. Maar goed. Ja. Heb je het niet nodig, niet doen. Maar ik vond het leuk om dit te proberen. En we gaan met een nieuw high-end merk toch wel het jaar uit. En dit vond ik een leuke afsluiten van het jaar. Make-up bij Mario. Ja. Heb je nou een merk waarvan je zegt, joh, dat moet je eens een keer proberen. Dan zal ik dat, laat het even weten in de reacties. En dan ga ik daar zeker naar kijken. Dat is hartstikke leuk. Laat sowieso een comment achter. Dat vind ik hartstikke leuk. Duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal.
En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. En bedankt voor het kijken. Doei!